Ja, Luc moest dat schot wel nemen, gelet op de shotklok. Ondertussen is hij wel gestart, geloof ik, met 0 op 4 even aan mijn hoofd. Ja. En hier is weer een dunk. Maar Rotterdam ligt de verdediging van Heroes helemaal open gespeeld. Nou, het was niet eens een val. Hij zette af voor een open layup nadat hij stil pakte. En toen knakte hij door zijn knie heen. Dus ik denk dat hij hem overstrekte. En dat is een ander. Jongen, jongen. Snel een lekkere dunk, hoor. Ja, heerlijk. En dan heb je nog een fout te Mennis, ja, snel voorbij. Letegen en dan de krachtige dunk op een Mennis. En de bonus. Ze donne une passe assez difficilement, mais elle passe pas links. Qui met un écran qui reçoit la balle directement. Il va aller à l'anneau tranquillement. Ça n'aura pas de l'anneau 24. Carver. Carver qui dunk ça en qui claquette. Nous fait un putback dunk. Ja, vooral een uitslag zal zeggen wie blij is en wie niet blij is vanavond, maar we zullen zien en dat hebben we ook gezien nu. Zo dit zijn vermint. Na een assist van Neusen. Hofman, rebound is voor Bogaerts. Legt hem terug. Goede. Goeie fake en dan... Trouwens ook een berenwedstrijd gespeeld in Hongarije, Robin. Ja, ik heb het zelf de laatste... Ah, prachtige paas van Hammond en de dunk van Van der Hagen. Fantastische play. Wat een samenspel. Mijn team aardig gestunt vorig jaar in Denemarken. 47-37. Oh! Nou, wat een score zeg. Ja. Wat denk je? Ik probeer het maar eventjes van heel ver, want het is tijd en dan gaat hier nog in ook. Jongen, wat een score zeg. De revoir les Montois sous la barre des 10 points. Williams pour Bolavie. Et le block shot de Thiun. Ballon qui n'est pas récupéré par Williams. Au contraire, ça permet une transition de draw. Oula, qui va dunker. Sur Minchev, il fallait oser aller. Et alors ici, on va voir Dunder de Droog qui ne s'est pas posé de questions. Ja, daar heel veel ruimte. DV is hard en lauw vastgehouden. Oeh, door Stolknokol. En dan heel goed uit. Dit mag niet gebeuren. Oeh, wat een dunk zeg van Anderson. Wauw. Hoe ziet het er dan uit op de slamcam? Nou, dat ziet er zo uit. Tai kan niet gevonden worden. Hammonds. Goeie close-out van Bucumi. Zet hem daar helemaal vast. En Mukuru blokt daar. Plus Delanius. Oh, en de reverse dunk. Ja, ja. En Mukuru. En dit is alleen maar gefeest hier in de Sportoise natuurlijk. Wordt goed vastzet aan de middenlijn. En dan bal gaat er niet in. Kan wel zijn eigen rebound pakken. Heatbal naar buiten. Dan heel veel tijd voor drie. Gaat er niet in. Wel wat een slam. De slam van Hyatt. Schuler. Odige. En dan tas die mooi in. Snijdt en one. Zet daar Mutic op de poster. Mutic die iets te laat was uit rotatie. Alors que Overton va à l'anneau. Quel sang-froid. Mais ça ne rentrera pas. C'est un rebond pour Richardson. Très... Wow! Il y a une très belle passe de Liber. En il y a faute N1. N1 de la part de Chimanga. Magnifique. Quelle passe d'Alex Liber. Le match est de nouveau relancé. On a égalité. Assurer le score alors que Finch va aller à l'anneau. Il y a faute. N1 de Jalen Finch. Il en est capable, je vous l'avais dit. Mais quel match 76-76 et Finch se retrouve à la ligne des lancers francs. Maar Noah Bauman kan daar open gevonden worden. Hij had gewoon moeten shotten, denk ik. Benson, Mukuru. Hij gaat gewoon nog doortrekken. Rumbos Mukuru. Oh ja, ja. Dat is wat ze hier wel gezien in de Sportoise. Die bank is voor Brussel dat een 3-punter nodig heeft om hier te winnen. Nee, verlenging had voor hem. Dan
kansen voor verlenging, dan toch voor de zegen. Ze gaan voor de zegen. En ze hebben nog 1 seconde. Richardson. Die heeft de hele rest maar 1 driepunter heeft geschot. We hebben het daarnet nog gezegd, hoeveel hij er maakt. Il a raté. Il a raté ses égalités. Et c'est une possession pour le Brussels. Il reste 8 secondes. 8 secondes pour le Brussels. Alors, il va le faire. Oui. Et le tête en France. Il repasse devant. Il reste 0,2 secondes, mesdames et messieurs. Charles le match n'est pas fini. Il n'est pas fini. Quel dunk et quelle passe de Fink sur Ambrose.